In dit voorbeeld gaan we twee vectoren bij elkaar optellen aan de hand van de parallelogrammethode. Zoals de naam eigenlijk al aangeeft, doen we dat door het tekenen van een parallelogram. Eigenlijk is het een soort van grafische weergave over hoe je vectoren bij elkaar optelt. We beginnen met een vector A, de rode pijl, en vervolgens een vector B, de blauwe pijl. Vector A en vector B zijn gewoon willekeurig gekozen vectoren. Deze gaan we bij elkaar optellen door het construeren van een parallelogram. Als eerste zetten wij een stippellijn bij vector A parallel aan vector B en als tweede een stippellijn bij vector B parallel aan vector A. Dan tekenen we de vector van beginpunt A en B naar de overzijde van ons parallelogram, een groene pijl, en dit is de vector die de optelling is van vector A en vector B. En zoals je ziet is zowel de grootte als de richting van vector A plus B anders dan vector A en vector B.